gaan we ervoor zorgen dat Hongarije dat proces niet blokkeert, ten eerste? Dat is mijn vraag aan meneer Timmermans. En mijn vraag aan meneer Bourgeois is, sinds 2014 zit uw partij, vroeger ook de mijne, in een fractie met de Poolse regeringspartij. En vanaf 2019 zullen de Britten daar niet meer bij zitten, de Britse Tories. Dus ik vroeg mij af of dat uw band met een partij met betwijfelbare democratische credentials niet een beetje te nauw gaat worden vanaf 2019. Oké, twee vragen, twee antwoorden graag. Artikel 7 is een proces dat moet resulteren in het corrigeren van mogelijke ontsporingen ten aanzien van de rechtsstaat. Dat de lidstaat Hongarije al heeft aangekondigd, wij zullen nooit stemmen voor het ontnemen van het stemrecht aan Polen, betekent dat als zij dat volhouden, wij nooit die eindstemming over de ontneming van het stemrecht zouden krijgen. Maar ik zie zelf de kracht van de procedure onder artikel 7 in de procedure zelf. Polen krijgt nu dagelijks van bijna alle andere lidstaten te horen, hier zijn we toch erg ontevreden over, dit gaat toch de verkeerde kant op. Als je bij de Europese familie wil horen, hoort daarbij een onafhankelijke rechtspraak. Je ziet dat dat langzaam ook invloed begint te krijgen op de houding van de Poolse regering. Ik heb 2 jaar lang te maken gehad met een zeer, mag wel zeggen, vijandige houding van de Poolse regering, ook verbaal en persoonlijke aanvallen, en daar lusten de honden echt geen brood van. Ik zie nu met de nieuwe Poolse regering wel een wens om in ieder geval op een gebruikelijke manier met ons in het gesprek te komen. Dat wil nog niet zeggen dat we dan ook resultaten bereiken, maar dat zou nooit zo gegaan zijn als de Polen tot op de dag van vandaag volgehouden zouden kunnen hebben. Dit is alleen één gek in de Europese Commissie die denkt dat hij iets met ons te verhapstukken heeft. Langzamerhand is ook in Polen doorgedrongen dat dit een zorg is die door bijna alle lidstaten echt wordt gedeeld. En misschien dat dan ertoe leidt dat de aloude Europese methode van overleg, dialoog, elkaar proberen te overtuigen, toch nog resultaat kan opleveren. Ik hoop het van harte. Want een lidstaat die volhardt hierin en die dit zo principieel vindt en door zou gaan met het beëindigen van de deling der machten, die hou je ook niet tegen met een stemming waaruit ze het stemrecht zouden verliezen. Die hou je alleen maar tegen met heel veel Europese overtuigingskracht, waarbij ik reken op de steun en de inzet van ook alle Europese regeringsleiders. Meneer Bourgeois, over de samenwerking met de Die vraag betreft, om te beginnen wil ik zeggen dat ik 100% op de lijn zit die Frans Timmermans hier uiteenzet. Het is een fundament van de Europese Unie. Het is een unie van waarden. Het is een rechtsstaat, fundamentele rechten en vrijheden. Artikel 7 is inderdaad een zware procedure. Dat is ook de verdienste van Frans Timmermans om een lichter raamwerk uitgewerkt te hebben. Daarmee heel veel zaken op gang gebracht te hebben. Ik denk dat er ook andere manieren zijn om op te treden. Ik was op de raad over het cohesiebeleid, waar toch meer en meer stemmen op gingen, waar ik mij bij aangesloten heb, om bijvoorbeeld het cohesiebeleid te koppelen aan het respect voor de rechten en vrijheden. Cohesiebeleid voor de mensen, macht. Meneer Bourgeois, cohesiebeleid voor de mensen die het niet begrijpen, wat is dat? Wel, dat is het beleid dat ertoe strekt om Europa zeg maar op een gelijkwaardig niveau te brengen. Ik simplifieer nu een beetje met regionale steun, met interregionale samenwerkingsverbanden, met het Europees Sociaal Fonds. Er gaan bijvoorbeeld naar Polen aanzienlijke bedragen, hè, waar nog heel veel achterstand is. En dan zijn er meer en meer stemmen, Europese stemmen, die zeggen, ja, maar voor wat hoort wat, hè? Je kunt niet zeggen, ik ga de voordelen van de Europese Unie binnenhalen en tegelijkertijd de fundamenten, want het gaat over het fundament, niet gaan naleven. Wat mijn partij betreft, geen zorgen, het is niet omdat wij in een fractie zitten. Europese fracties zijn trouwens totaal verschillend van fracties in nationale parlementen. Kijk naar de hele grote verscheidenheid in de Europese Volkspartij. Daar zitten allerlei mensen in, tot en met de Hongaarse partijen, Berlusconi, noem maar op. Wij zijn niet gebonden door het standpunt van die Polen. We maken er onze eigen standpunten. En het is niet een zaak van meerderheid, minderheid daar in het Europese parlement. Dus wij houden die koers en ik sta volledig achter dat standpunt. Ja, hebt u voldoende antwoord op uw opmerkingen? Ik heb inderdaad al gehoord dat jullie veel vrijheid hebben binnen de fractie. Nu, ik vraag mij soms af hoe heterogeen de fractie is als ik sommige uitlatingen hoor van bijvoorbeeld Sander Lones. Maar dan gaat het vooral over euroscepticisme, of het al dan niet eurosceptisch zijn.
Maar we zijn helemaal niet euroceptisch. Ik kan u zeggen, wij zijn pro-Europeaan. We zijn een pro-Europese partij. Die Europese Unie heeft op dit verscheurde continent vrede gebracht, stabiliteit gebracht. Nu al sinds Wereldoorlog II. Heeft welvaart gebracht. Vlaanderen leeft van de export. 70% van onze export gaat binnen die Europese Unie. De Europese Unie is een Unie van waarden, van fundamentele rechten en vrijheden. De Europese Unie is ook onze hefboom in de wereld. Zelfs de grootste lidstaten in de Europese Unie zijn te klein om handelsverdragen te sluiten, om een grote rol te gaan spelen op het Europese vlak. Ik vind trouwens dat de Europese Unie daar een actievere rol zou mogen gaan spelen. Ook een factor van vrede en stabiliteit zijn buiten onze grenzen, misschien onmiddellijk in de nabuurschapsregio, op andere punten ook. We zijn geen empire, we zijn geen macht die zich gaat imposeren, dus ik denk dat wij daar een unieke rol kunnen inspelen. Dus mijn partij is pro-Europees, iets anders is, en dat is ook een van de debatten die nu gevoerd worden, en waar ook de subsidiariteit bijvoorbeeld als een oefening opgezet is binnen de Europese Commissie. Op aangeven, op initiatief van Frans Timmermans. Iets anders is de vraag, wat moet Europa doen? Onze stelling is dat Europa zich moet richten op die zaken die echt meerwaarde bieden. En wat in de lidstaten, de deelstaten kan gebeuren, dat misschien niet moet gebeuren. Trouwens, er zijn al nu onder deze commissie veel minder wetgevende initiatieven genomen dan voorheen het geval was. En als we de burger willen meekrijgen in het Europese project, ja, dan moeten we op die 4-5 grote klemtonen inzetten en die meerwaarde van Europa elke dag opnieuw aantonen. En daar zijn we dus 100% voorstander van, met die beperking dat wij voor het subsidiariteitsprincipe zijn. Okay, en dat is ook Europa eenheid en verscheidenheid. Dank u wel, minister Bourgeois. Mag ik kort repliceren, want we willen natuurlijk de mensen in de zaal vooral zeker, en het woord maar, ook laten. Maar ook, ik denk dat dit misschien het debat kan helpen, ook als even in mijn rol van taalkundige. Euroskepsis is helemaal niet slecht. Alleen wat wij euroskepsis noemen is heel vaak eurofobie. En laten we het ook eurofobie gaan noemen, dat mensen weten waar ze mee te maken hebben. Skepsis is een gezonde levenshouding. Skepsis maakt je kritisch en mensen die kritisch zijn, die halen het beste uit ons politici. Want die dwingen ons om het beste te laten zien en de meeste overtuigingskracht op tafel te leggen. Ik heb niks met mensen die een blind geloof in Europa hebben, want die dagen niemand uit. Ik heb veel meer met mensen die zich afvragen, doet Europa wel het goede? En doet Europa dat wel goed genoeg? Gebruiken we wel? En dat vind ik een sceptische houding. En die is gezond. Waar ik niks mee heb, is een eurofobische houding. Weg met Europa, we kunnen zonder Europa. Dat is helemaal niet op feiten of analyses gestoeld. Dat is puur een emotionele reactie, waar je misschien nog begrip voor kunt hebben. Maar daar kan ik niks mee. Maar met euroskepsis kan ik heel goed aan de slag. Oké, laat uw skepsis hier maar de vrije loop. Uw kritische vragen, één adres. Ik ga de jonge dame daar achteraan, maar ik ga een beetje moeten... Ja, zo. Hallo, mijn naam is Sophie en ik heb een vraag voor meneer Timmermans. Denkt u niet dat als we de EU nu verder uitbreiden met bijvoorbeeld de Westerse Balkanstaten, dat er wel nog meer verdeeldheid zou kunnen komen binnen de EU en nog meer verschillende meningen? De Westelijke Balkanstaten, ja. Noemt u ze even op. Het zijn er 6 die potentieel in aanmerking komen voor lidmaatschap. Kijken of ik ze ook alle 6 kan opnoemen. Montenegro, Servië, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Macedonië, Fyro moet ik dat noemen, en Kosovo. Dat zijn de 6 landen die in beginsel behoren tot... Europa en dus ook krachtens de verdragen het recht hebben om een aanvraag in te dienen om lid te worden van de Europese Unie. Ik ben het zeer eens met de vragensteller dat we hier heel voorzichtig mee om moeten gaan en dat je niet zonder dat je mensen kunt overtuigen in de bestaande Europese Unie van de noodzaak van de uitbreiding tot uitbreiding kunt overgaan. We hebben dat in 2004 met 10 landen in één keer moeten doen en dat heeft heel veel mensen overvallen. Ik sta nog steeds 100% achter dat besluit. Het was een unieke kans in de Europese geschiedenis om echt de Europese deling achter ons te brengen. Maar het heeft ook in ons deel van Europa, in Nederland en in Vlaanderen, toch ook wel tot een reactie geleid van gaat dit niet te snel? Zijn we nu niet met te veel? Zijn we niet te verscheiden? Dus je moet het wel als Europa ook kunnen verteren. En tegelijkertijd zou ik graag wat vaker het verhaal willen horen, ook in de publieke discussie, wat het alternatief is voor de landen in de Balkan. Er is eigenlijk geen alternatief dat niet tot meer spanningen leidt. Als we de grenzen tussen die landen die zo
onduidelijk zijn en die eeuwenlang onderdeel waren van conflicten, als we die conflicten niet kunnen oplossen door die grenzen minder belangrijk te maken, door ervoor te zorgen dat door Europese integratie die grenzen er nog wel zijn, maar niet meer van levensbelang zijn voor het overleven van die landen. Als we daar niet in slagen, dan geven we ook ruimte aan de Russen om daar activiteiten te ontplooien, aan Turkije om daar zijn rol groter te maken, aan ook andere landen die denken invloed te kunnen uitoefenen. En dan maken we Europa minder stabiel. Dus okay. Op de lange termijn is de oplossing echt integratie in de Europese Unie. Alleen, je moet wel mensen kunnen overtuigen van het belang en de noodzaak ervan. Goed, Sophie, een antwoord op jouw vraag? Goed. Hier zit nog een jonge dame, Rob. Ik ga tot bij jou komen. Ja, ik lees nu overal dat er eigenlijk sprake is van 2025 dat die landen zouden toetreden. Maar denkt u dat dat realistisch is, aangezien dat Kosovo nog door een aantal lidstaten niet eens erkend wordt en dat Griekenland nog altijd moeilijk doet over de erkenning van de naam Macedonië? Ik ben zelf heel erg sceptisch over het noemen van data. Ik vind heel snel bij uitbreiding, als je een datum noemt, dan is het, begin je met een streefdatum en dat wordt dan een deadline. En dan ga je sjoemelen met de criteria om die deadline maar te halen. Daarom hebben we ook in ons document nu heel helder opgeschreven. Als men alle criteria zou kunnen halen, dan zou mogelijk 2025 een moment kunnen zijn waarop het mogelijk zou zijn. Maar alleen als de criteria echt worden gehaald. Dus zo hebben we het geformuleerd. Weet je, het is zo moeilijk te voorspellen. Als jij tegen mij had gezegd in 1991, toen werkte ik in Rusland, in Moskou. Je had tegen mij gezegd, in 2004 is Polen lid van de Europese Unie of de Europese gemeenschap in die tijd, had ik je uitgelachen. Ik heb gezegd, dat kan helemaal niet, het is totaal onmogelijk. Het is wel mogelijk geworden, dus je weet nooit wat er kan gebeuren, alleen de criteria zijn leidend, geen data. Oké, dank u wel. Ik wil daar misschien eventjes bij aansluiten, ja. Ik ben het eigenlijk eens met wat de eerste vicevoorzitter gezegd heeft, ook wat 2004 betreft. Eigenlijk waren een aantal van die landen niet klaar, maar er waren geopolitieke redenen, andere redenen die ook wat mij betreft domineren om die landen toe te laten. Wat die andere betreft, inderdaad, er zijn hoogtes, richtingen. Je moet echt een aanpassing hebben. Ik denk dat zeer concreet voor Servië en Montenegro er nog een enorme weg af te leggen is. Voorwaarden vervuld zijn. 2025 is een richtingsjaar. Wat Kosovo betreft moeten we oppassen dat we geen bevroren conflict importeren. Ook dat moet opgelost zijn, anders kun je dat niet binnen de Unie gaan importeren. Zeer mee eens. Goed. In een recente, de laatste Eurobarometer, staat dat 53% van de Belgen tegen verdere uitbreiding is. En daarmee scoren we hoger dan blijkbaar het Europese gemiddelde. U hebt ook een vraag, misschien even uzelf voorstellen. Goedenavond, mijn naam is Freek Spinnewijn. Ik werk voor een Europese VZW die zich bezighoudt met extreme armoede en dak- en thuisloosheid. En ik had een vraag voor meneer Timmermans. Ik zou graag terugkomen op de mantra van de Europese Commissie, big on big, small on small. Want ik heb de indruk dat de illusie wordt gewekt dat de Europese Unie enkel meerwaarde kan bieden als het gaat over belangrijke thema's, big issues. Terwijl op het gebied van sociaal beleid en gezondheidsbeleid bijvoorbeeld de Europese Unie heel veel meerwaarde kan bieden op kleine thema's. En voornamelijk op kleine thema's, omdat de lidstaten niet staan te springen om op die terreinen grote thema's aan te pakken. En ik, kunt u dat concreet maken? Wel, bijvoorbeeld het thema waar ik rond werk, dak- en thuisloosheid. Er is heel veel vraag vanuit de lidstaten naar de Europese Unie toe om meer steun te bieden in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Het Europees Parlement heeft verschillende keren aan de Europese Commissie gevraagd, expliciet gevraagd, om een Europese strategie rond dak- en thuisloosheid te ontwikkelen. Hier in deze zaal hebben in 2013 tijdens het Ierse voorzitterschap de ministers en ministeries samengezeten en hebben ze aan de Europese Commissie gevraagd om meer ambitie aan de dag te leggen rond dak- en thuisloosheid. En
bij mijn weten is er niks gebeurd, omdat dat thema te klein is. Nochtans is de meerwaarde die de Europese Unie kan bieden, zelfs al gaat het alleen over uitwisseling van kennis en onderzoek bijvoorbeeld, enorm groot. Dus mijn vraag is eigenlijk, dreigt u niet de dynamiek in het sociaal beleid, gezondheidsbeleid, te ondermijnen door die big on big, small on small mantra? Misschien moet ik er nog bij zeggen dat er toch honderden ambtenaren van de Europese Commissie werken rond sociale thema's en gezondheidsthema's. Die mensen moeten toch iets te doen hebben. En ik heb de indruk dat de energie... Nu even afronden. ...onbestaande is daar. Oké. Te weinig, Europa doet te weinig rond armoedebestrijding. Nu, dit is geen klein thema. Toen ik nog in de nationale politiek in Nederland actief was, heb ik mij jarenlang ingezet voor zwerfjongeren. Ik ken het probleem als heel jonge mensen geen dak boven hun hoofd hebben, hoe zij dan kunnen ontsporen. Dus is voor mij geen klein thema. De vraag is alleen die ik me vanuit mijn huidige rol moet stellen, is: heeft Europa volgens het verdrag bevoegdheden op dat terrein? Want je kunt niet alleen maar omdat het een belangrijk thema zeggen, daarom moet Europa zich er ook mee bemoeien. Wij moeten ons wel baseren op de taken die ons door de lidstaten in het verdrag zijn gegeven. Dat gezegd zijn, dit is de eerste commissie in 10 jaar die een top heeft georganiseerd over sociaal beleid. Dat is in 10 jaar was dat niet gebeurd. Dat is op uitdrukkelijk initiatief van Jean-Claude Juncker is dat opgezet. Dit is de eerste commissie in 10 jaar waar onder leiding van Marianne Thijssen echt wordt gewerkt aan een social pillar, aan een sociale zuil onder de Europese Unie. En waarom doen wij dat? Omdat wij met u zien dat als Europa geen onderdeel is van het helpen oplossen door de lidstaten van sociale problemen, de hele gedachte van onderlinge solidariteit in Europa wordt ondergraven. En dat is eigenlijk op dit moment de grootste uitdaging van de Europese Unie. Zelfs in regio's en landen waar het goed gaat. In Vlaanderen gaat het globaal gezien natuurlijk fantastisch. Dat geldt ook voor Nederland. Maar er zijn talloze Vlamingen, talloze Nederlanders die zeggen, ja, vandaag gaat het nog wel fantastisch, maar waar is mijn job morgen? Waar zijn de jobs voor mijn kinderen overmorgen? En als Europa niet mede helpt daar een antwoord op te formuleren, zullen we de slag om de mensen die iets met elkaar moeten delen, zullen we gaan verliezen. Ik wil graag met u bezien, dat kunnen we ook na vanavond doen, wat de Europese Commissie specifiek kan doen op het terrein waar u actief bent. We hebben inderdaad ambtenaren die werken aan gezondheidszaken, ook aan sociale zaken. Als wij iets specifiek voor u kunnen doen, zal ik dat zeker ondersteunen. Maar ik vraag ook aan uw begrip over de verdeling van de verantwoordelijkheden die ertoe leidt dat wij zeer beperkte bevoegdheden hebben op dit terrein. Ja, we zijn niet bevoegd, dat is heel eenvoudig, zegt de commissaris. Ja, maar ik vraag ook helemaal niet dat de Europese Commissie zich bevoegd maakt om de strijd tegen dak- en thuisloosheid te voeren. Ik vraag aan de Europese Commissie om binnen haar bevoegdheden de lidstaten te helpen om de strijd tegen dak- en thuisloosheid beter aan te pakken. En dan gaat het over het uitwisselen van ervaringen. Ja, dat klinkt misschien hol, maar dat kan enorm veel impact hebben. Ja. Het poelen van onderzoeksvragen die overal dezelfde zijn in de landen om die op Europees niveau te doen. En dan zijn er ook enkele kapstokken naar echt Europees beleid. Ik geef u één voorbeeld. Vrij verkeer van personen. Er zijn op dit moment tienduizenden mensen, Europese burgers, die dakloos zijn in een andere lidstaat dan de hunne, binnen de Europese Unie. Het gaat over interne migratie. Wel, die mensen zijn dakloos, die hebben vaak, die kunnen vaak heel moeilijk gebruik maken van hun rechten om nooddiensten te gebruiken. Dan gaat het over nachtopvang, bijvoorbeeld. Ze gaan ook niet terug. De lidstaten zijn ook niet geneigd om ze terug te sturen naar hun land. Daar is een duidelijke taak voor de Europese Unie. Wij proberen dat al jaren op de agenda te zetten en er is geen gehoor bij de Europese Commissie. Ik zal u concreet antwoord geven op deze hele specifieke casus. Wij zijn nu hard aan het werken, Marianne Thijssen werkt er hard aan, om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde codes gebruiken in Europa om iemand sociaal te kunnen identificeren, waar iemand sociale rechten heeft, et cetera. Zodat je niet heel lang moet zoeken en contact moet opnemen met de autoriteiten in een ander land die vaak de administratie niet op orde hebben, voordat je iemand kan helpen. Dat is een hele concrete stap waar wij voorstellen voor zullen doen vanuit de Europese Commissie. We hebben ook beleid specifiek gericht op hele kwetsbare groepen, op jonge migranten, dus jonge vluchtelingen die enorm
enorm kwetsbaar zijn voor misbruik tot slavernij toe. Een specifiek beleid opgericht. We hebben een Roma- en Sinti-populatie, de grootste Europese minderheid, die heel kwetsbaar is voor dakloosheid en voor uitbuiting, maar we ook specifiek beleid oprichten. We proberen ook lidstaten te stimuleren van elkaar te leren op dit vlak. Ook bij de behandeling van mensen die dak- en thuisloos zijn en die vaak ook een meervoudige problemen hebben, zoals verslaving, zoals u weet, en grote schulden. Ook daar proberen we lidstaten stapjes vooruit te helpen. Dus u vindt mij aan uw zijde op dit vlak. En ik moet zeggen, het is niet omdat nu Leuven is, maar Marianne doet daar echt fantastisch werk. Die zet echt mooie dingen op dit moment. Oké, dank u wel. Ik ga naar de volgende vragen. Hier bij jou. Je mag je even voorstellen. Ja, ik ben Bo Loopmans, leerling op het Paridans Instituut hier tegenover. En ik vroeg me eigenlijk af wat Europa kan of nog gaat doen om eigenlijk jonge, hoogopgeleide, jonge ondernemers, jonge ondernemingen hier te houden en te vermijden dat ze naar Amerika trekken, naar China trekken, naar het opkomende Afrika trekken. Dat is een vraag voor meneer Timmermans. Maar wat zou Europa moeten doen? U bent de expert. Wel, ik zou denken dat Europa misschien meer taxvoordelen kan toepassen, zoals in Amerika, in de Verenigde Staten. Of loonkosten verlagen, zoals hier in België, is dat ook wel een issue waar dat rekening mee gehouden zou kunnen worden. Als ik er even mag op ingaan, ik denk dat er binnen Europa, zeker in Vlaanderen, maar ik veronderstel evenzeer in Nederland en andere landen, voldoende geld is voor startkapitaal, voor starters, dat er ook geld is voor scale-ups. Als het over hele grote tickets gaat, ja, dan moet je wel soms een beetje passen met overheidsinvesteringsmaatschappijen. Dat gaat dan over miljarden. Denk aan Ablinks dat overgenomen is voor 3,9 miljard euro. Wat Europa vooral kan doen, in mijn ogen, en dat maakt deel uit van het toekomstige debat over de Europese Unie, over het meerjarig financieel kader ook, dat is absoluut inzetten op innovatie, op onderzoek en ontwikkeling. Mijn beperkte ervaring en bevoegd voor buitenlandse handel, maar ook voor het aantrekken van investeringen, is dat meer en meer een element van verankering wordt, het aanbod dat je hebt in zaken onderzoek en ontwikkeling. De triple helix, overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven. En ik zie multinationals die niet hun zetel meer hebben in Vlaanderen, die soms overgenomen zijn door buitenlandse groepen, maar die toch zeggen, ik blijf, omdat er een uitstekend onderzoeksklimaat is, gekoppeld aan fiscale voordelen voor onderzoekers. Maar we zijn zeer attractief op dat punt. Ik geef u een voorbeeld. Vorig jaar zijn er in Vlaanderen een record aantal buitenlandse investeringen gebeurd. Die zijn goed voor meer dan 5000 nieuwe jobs. Normaal is dat maar 4000. Wel, van die 5000 nieuwe jobs zijn er 1400 in onderzoek en ontwikkeling. Dat is een verankering voor de toekomst en dat is een manier om te verankeren. Ik denk ook dat een van de taken van de meerwaarde die de Europese Unie kan bieden, maar er gebeurt al heel wat, maar is nog meer inzet op onderzoek en ontwikkeling, ja, omdat dit onze toekomstige welvaart is, hè? Ook die van onze kinderen en kleinkinderen. Goed. Koppel even bij u terug. En er zit ook een Europese dimensie aan. Als je kijkt, je hebt een driehoek, zeg maar. Als ik Eindhoven als top van de driehoek pak, en dan Leuven aan de andere kant en Aken aan de andere kant. In die driehoek vindt meer research plaats dan in andere delen van de hele wereld. En ook van een ontzettend hoog niveau. En daar is Vlaanderen als geheel enorm op aangesloten. Net als Nederland en net in toenemende mate ook Duitsland. Dat is dus per definitie een Europese dimensie. En wat wij van de Europese de commissie uit kunnen doen, is de mobiliteit van jonge onderzoekers te stimuleren. U weet dat met name in de beta-wetenschappen de grootste creativiteit in de vroege jaren tussen zeg maar 20 en 25 plaatsvindt. Dat is een moment waarop wij onderzoekers moeten helpen vorm te geven aan hun verdere toekomst. En dat moet op Europese schaal, zodat ze ook met andere Europese onderzoekers een goede uitwisseling hebben. Erasmus Plus is daar een fantastische bijdrage voor geweest. Moeten we nog verder uitbreiden, maar ook andere faciliteiten voor jonge onderzoekers moeten vanuit de Europese Unie ondersteunen. Dus u zegt nu dat West-Europa, de driehoek die u zo net noemde, het kenniscentrum blijft, maar de productie die waarschijnlijk altijd wel, waar dat er hier geen ruimte voor is, maar die zou moeten blijven in Oost-Europa en in China en in andere... Ik ben daar veel optimistischer over. Ik ben daar veel... Omdat door robotisering en AI wordt de factor arbeid een hele andere factor in het productieproces. En dus wordt creativiteit, logistiek, het bij elkaar kunnen brengen van verschillende soorten inzichten, dat wordt de decisieve factor of je productiviteitsverhoging kunt bereiken.
niet dat je nog meer producten in een kortere tijd voor minder loon kunt maken. Dus wij moeten ook fundamenteel omdenken. En daarom pleit ik ook zo voor een open samenleving. Want alleen een open samenleving is creatief. Als je alleen je maar opsluit met mensen met dezelfde denkbeelden, kom je niet vooruit. Creativiteit ontstaat door wrijving met mensen van buiten. Dus we moeten ook een Europees migratiebeleid hebben dat het mogelijk maakt voor mensen van buiten om hier een aantal jaren te komen, dingen te leren, dingen hier achter te laten en dan weer ergens anders hun creativiteit te tonen. Dus ik ben veel optimistischer daarover. Alleen, het is een omroeg. Het is een fundamentele verandering ook van een hoop productieprocessen. En dat gaat altijd met risico's gepaard. Ik wil daar twee dingen aan toevoegen. Wat de massaproductie betreft kunnen we inderdaad nog altijd niet concurreren. De vraag is of dat ooit zal kunnen, want de loonkosten zijn groot verschillend. Maar ik kan u meenemen naar een aantal Vlaamse bedrijven. Industrie 4.0, die reshoren, die teruggekeerd zijn uit Zuidoost-Azië. Dankzij inderdaad de implementatie van de robotica, Internet of Things, Machine to Machine 2. Gaan naar het park in Zwijnaarden, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat is omgeven door start-ups, door spin-offs van dat fantastisch onderzoekscentrum. Die komen vaak, als ze doorgroeien, in handen van die Duitse en Amerikaanse reuzen. Maar die blijven daar, omdat ze precies door onderzoek en ontwikkeling daar hun verankeringspunt hebben. Dus ik ben daar ook veel minder pessimistisch in. Maar mijn boodschap is wel dat dit oude continent echt zeer, zeer, zeer massaal moet inzetten op onderzoek en ontwikkeling, op innovatie. Dat is onze enige levenslijn. Op het ogenblik gaan we niet concurreren. En men schuift op, het is al China voorbij, het is al Vietnam voorbij. Als het gaat over hele grote massaproductie, dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel onze welvaart op een andere manier verzekeren. Nog een allerlaatste. Waar overigens Vlaanderen ook snel vorderingen maakt, is het circulair maken van de economie. Ja. Jullie hebben hier in Vlaanderen een aantal bedrijven die fantastisch in recycling zich aan het specialiseren zijn. Dat is ook iets waar ik aandacht voor vraag. Dat is toch ook de economie, de circulaire economie van de toekomst. Veel optimisme hoor ik daar. Ja. Ja. Maar vindt u dan niet dat de oostelijke Europese lidstaten daarop achteruit staan dan op de westelijke Europese lidstaten? Zij lopen nog altijd een beetje achter op hoe ver dat wij staan met onze technologie en ontwikkeling en research en zo verder. Dat geldt ook voor Zuid-Europa overigens. Wij lopen hier nu eenmaal voorop. We hebben er wel allemaal belang bij dat we convergentie binnen Europa weer tot stand brengen. Dat is in de crisisjaren is dat niet goed gegaan. Europa is in plaats van snel naar elkaar toe te groeien, niet tot naar elkaar toe gegroeid. Zelfs in lidstaten is men uit elkaar gegroeid tussen arm en rijk. Daar zullen we echt iets aan moeten doen in de komende jaren. Dat is vooral een taak natuurlijk van nationale politici. Wij vanuit de commissie willen daar graag aan bijdragen. Ik maak me over Centraal- en Oost-Europa minder zorgen. De technologische ontwikkelingen daar gaan nu ook heel rap. Zij zijn ook heel goed in het omzetten van technologische ontwikkelingen in productie. Zij hebben een hele competitieve range van industrie, met name in automotive en andere bereiken. Ik ben daar minder pessimistisch over. De grootste zorg op dit moment voor investeerders in Centraal- en Oost-Europa is het gebrek aan arbeidskrachten. Dat is op dit moment de grootste handicap. Oké, we gaan dit onderwerp hier afronden. Rob. We hebben nog een vraag, denk ik, die erbij aansluit. Die komt van Kitty. Ik ben een kleine zelfstandige, maar kleine zelfstandige ondernemers worden niet zo hard gesteund hier in Vlaanderen, vind ik persoonlijk. Wat is jullie oplossing daarvoor? Ik ben zelf 29, ik ben al jaren zelfstandige. Maar echt jonge zelfstandigen worden niet altijd even goed begeleid. Wat gaan jullie daaraan doen? Ja, dat is een zaak die zich vooral op het nationale vlak afspeelt. Ik denk dat Europa één groot voordeel biedt. Het is Europa zonder grenzen. We hebben één grote interne markt. Dat is een weldaad voor Vlaanderen. Ik heb dat er straks eventjes aangehaald. Ik heb de tijd meegemaakt dat onze Vlaamse producten de Franse grens niet overraakten. Er was altijd een boutje, een schroefje, een veertje dat niet compatibel was met de Franse normen. Nu hebben wij een enorme interne markt. Op het ogenblik 500 miljard consumenten, straks na de Brexit helaas iets minder. Dus we hebben een grenzeloos Europa. Het komt erop aan creatief te zijn, competitief te zijn. Dat is een zaak ook van bij ons, de nationale overheid, zorgen dat je competitief bent. Ik denk dat we vooral daarop moeten inzetten, maar de factor arbeid wordt in de toekomst anders en minder belangrijk. En twee, inzetten op innovatie. Drie, wij geven heel veel mogelijkheden, ook aan zelfstandigen, om opleidingschecks te krijgen, om mee te gaan op exportmissies. We subsidiëren de eerste stappen in de buitenwereld enzovoort. En ja, voor de rest is het natuurlijk zelfstandig ondernemen, hard werken, risico durven te nemen, maar verwacht niet dat de overheid
zegt, we gaan alles gaan subsidiëren. Hè. Zo werkt het nu eenmaal niet. Je moet een goed klimaat scheppen, goede arbeidsomstandigheden, goed opgeleide mensen ter beschikking stellen voor groeiende bedrijven. Zorg dat je mensen hebt met een arbeidsethiek die goed geschoold zijn. En vooral, en dat is ook een taak van de zelfstandigen, zorg dat iedereen bedrijf ook, om te beginnen met de zelfstandige zelf, levenslang leert. Want de disrupties, zoals men die noemt, die gaan zo snel dat je na je start, na je diploma, 10 jaar later alweer grote nieuwe uitdagingen hebt. Dus we scheppen een goed klimaat, goed onderwijs, betere competitiviteit, betere fiscaliteit. De vennootschapsbelasting gaat serieus naar beneden. Er is één grote interne markt. Er is steun op alle vlakken voor de bedrijfsopleidingen, ook voor ONO en voor export. Okay. Maar wat verwacht je zelf? Wat verwacht je zelf van de overheid? Wel ja, ik ben een heel kleine zelfstandige, maar ik heb zoveel sociale bijdrage te betalen op mezelf, dat het gewoon niet haalbaar meer is. Ja, daar kan ik me niet over uitspreken over uw individuele vraag. Er zijn vrijstellingen mogelijk ook voor zelfstandigen, dat weet u ook, kunnen een aantal jaren vrijgesteld worden. En natuurlijk, sociaal zeker is gebaseerd op een systeem van solidariteit. Iedereen, werknemers, zelfstandigen, iedereen draagt bij aan die sociale zekerheid. Dat zijn bijdragen die moeten betaald worden, die staan in relatie tot uw inkomen. En uw eerste jaren kun je om sociale redenen ook een vrijstelling krijgen. Maar natuurlijk, na 1 of 2 jaar moet je wel weten, het pakt aan. Ik ga vooruit, anders moet je het roer omgooien. Hè. Dat is een zaak die moeilijk op beleidsniveau of op Europees niveau kan beslist worden voor individuele beslissingen. Okay. Hanne, je hebt nog een vraag. Ja, ik sta hier bij een andere jonge vraagsteller. Goedenavond, ik ben Lien Cijvers. Ik heb politieke wetenschap gestudeerd hier aan de KU Leuven tot vorig jaar. En ik volg nog de Europese politiek. En wat ik jullie eigenlijk wil vragen is, wat volgens jullie de grootste opportuniteiten zijn, de grootste bedreigingen die gepaard gaan met de Brexit, en of er misschien nieuwe mogelijkheden zijn op vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit of Europese defensie. Ja, wat de Brexit betreft, dat is wat mij betreft als Vlaamse minister-president bevoegd voor buitenlands beleid. En Europa is voor mij geen buitenlands beleid, dat is mijn topprioriteit. Ik vind dat een dramatische wending, gevolg van populisme, van tabloids die tegen de Europese Unie gefulmineerd hebben. Gebrek aan moed van politici, zowel van Cameron als van Corbyn, die niet de Europese voordelen hebben durven te verdedigen. Cameron die teruggekeerd is na zijn onderhandelingen met Europa met een aantal voordelen die hij verworven had, die hij niet verdedigd heeft. De gevolgen daarvan zijn dramatisch. Hè. Als er niks gebeurt, als we naar een hard Brexit gaan, ten eerste, het Verenigd Koninkrijk wordt een derde land, hè, buiten de Europese Unie. Theresa May zegt wel, ik ga mij focussen op andere markten, op Nieuw-Zeeland, op Australië en dergelijke meer. Ja, dat wel, de grote Europese markt ligt hier, hè, met een 500 miljard consumenten. Maar hij is dramatisch, zeker voor een land als Vlaanderen, een exportland. Dit is onze 4e grootste exportpartner. Na Ierland worden wij meest blootgesteld aan de negatieve gevolgen van de Brexit. Als er geen akkoord komt, nieuw handelsakkoord of welke vorm ook, sui generis, ik lees dat Corbyn nu pleit voor een douane-unie, een gedeeltelijke douane-unie van goederen, zou wel een fantastische zaak zijn. Als er geen akkoord komt, ja, dan kom je onder de handelstelling van de Wereldhandelsorganisatie. Met zeer grote invoerheffingen. Voor personenwagens bijvoorbeeld, die wij massaal exporteren, 10%. Voor vrachtwagens, 16%. Voor onze agrofoodproducten, ik ben precies percentage vergeten, ontzettend hoge taksen. Dit leidt tot welvaartsverlies. Er zal enorm veel tijdverlies zijn ook. Administratieve formaliteiten, douane, elke truck zal weer moeten gecontroleerd worden. Dus ik vind het zowel politiek als economisch. Het is een verzwakking van de Unie. Het is ook een verzwakking van het Koninkrijk. Een slechte zaak. En ik hoop dat we komen tot een vorm van een goed akkoord. Het punt is dat de Britten het Europees Hof van Justitie niet willen hebben. Dat ze het vrij verkeer van personen niet willen hebben. Dat we waarschijnlijk gaan landen ergens op een variant van een CETA-akkoord, een handelsakkoord, ofwel in het betere geval een douane-unie zoals Corbyn nu verdedigt. Heeft u het vooral over die bedreiging? Wie in deze zaal is nog nooit in zijn leven van mening veranderd? Wij allemaal, hè? Dat is menselijk. Ja. Je verandert van mening. Dus ik hoop nog steeds dat er misschien in Engeland mensen van mening veranderen. En als dat zo zou zijn, dan is mijn boodschap, jullie zijn van harte welkom om te blijven in de Europese Unie.
Ik vind dat is voor mij mijn eerste boodschap. Want er zijn ook mensen die zeggen, goed dat ze weggaan, want dan kunnen we verder gaan op sommige terreinen, want we moesten altijd zoveel aan de Britten geven. Zo zit ik er niet in. Ik vind het een verzwakking voor de Europese Unie en eerlijk gezegd vanuit mijn perspectief ook een verzwakking voor het Verenigd Koninkrijk dat deze scheiding plaatsvindt. Dus mocht men zich bedenken, dan zou ik zeggen vanuit heel continent, laten we tegen de Britten zeggen, jullie blijven van harte welkom. Tweede opmerking die ik zou willen maken. Er wordt wel eens vergeten hoe de moderne economie werkt, hoe de moderne productieprocessen in elkaar steken, hoe onze economie opereert. Die opereert à la minuut. Met de toelevering van onderdelen voor de auto-industrie, met vers voedsel dat 's nachts van het land gaat en voordat de winkels opengaan al in Londen in de winkels ligt. En dat breng je allemaal in gevaar. Dus niet alleen maar dat je dan extra administratie hebt of extra invoerrechten. Je hele economisch model komt onder druk te staan, omdat dat gebaseerd is op hele snelle logistiek, ook over het kanaal heen. En dat gaat Nederland en Vlaanderen enorm raken als daar. Als daar een kink in de kabel komt. Dus de risico's zijn niet gering. Oké, ik heb iemand die misschien nog iets wil aanvullen. Ja, ik ga tot bij u proberen te geraken. Momentje. Ja, ik wil een beetje. Dus ik ben Christian Kwek hier in een bedrijf, internationaal bedrijf hier in Leuven, kom uit Duitsland. Ik vind het heel interessant wat er gebeurd is in Engeland, uiteraard. Ik heb er ook een tijdje gewoond. Groot kritiekpunt in Engeland was altijd dat Europa veel te veel regelt, maar effectief is het zo, en je hebt dat net aangehaald, we moeten eigenlijk die regelingen hebben om dingen af te spreken, goed af te spreken. Wanneer we iets willen exporteren, moeten we een geharmoniseerde productnormen en zo ver hebben. Dus, en een reactie op meneer Bourgeois, dus het is eigenlijk heel belangrijk dat Europa ook dingen in het kleine regelt, omdat wij daar allemaal van afhankelijk zijn. Okay. Industrie en ook sociaal. Oké, dat was nog een kleine reactie erop. Ja, maar ik vind dat niet zo'n kleine zaak. Ik vind dat Europa inderdaad de interne markt, die wat mij betreft en de Vlaamse regering betreft, nog moet verdiept worden. Ik denk dat die nog moeten verdiepen op vlak van transport bijvoorbeeld. Als wij goederen uit Vlaanderen op het spoor transporteren naar Italië, die moeten die twee keer overgeladen worden, omdat de sporen niet op elkaar afgestemd zijn. Op het vlak van energie, één grote energiegrid gaan brengen. Op het vlak van digitalisering, dus er zijn op vlak van banken nu, er zijn heel wat dingen waar nog verdieping mogelijk is. Maar dat zijn de grote doelstellingen. Ook op het internationale vlak is de Europese Unie, zoals ik zei, onze wereldspeler, de enige die dat ook kan. Dan moet je niet de allerkleine dingen gaan regelen. Wat je wel moet doen op het vlak van die interne markt is natuurlijk zorgen dat al je productstandaarden, je consumentenbescherming, je veiligheidsvoorschriften enzovoort, dat die gelijk zijn. Dat hoop ik dat nooit gebeurt met het Verenigd Koninkrijk. Wij vertrekken nu van een nultarief. Wij vertrekken van alle gelijke standaarden en gelijke normen nu tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Als we daar gaan divergeren, dan komt er nog een heel probleem bovenop. En als je dat bedoelt met kleine zaken, oké. Maar ik bedoel dat je niet te ver moet gaan vanwege Europese zijde om zaken te gaan regelen die best op deelstatelijk niveau kunnen geregeld worden, best op landelijk niveau kunnen geregeld worden. Dat is ook wat de Europese Commissie op het ogenblik aan het doen is. Oké, dank u wel. Er werd gevraagd, wat is nou een bedreiging voor de Europese Unie? Mm-hmm. En ik zeg dat met name op deze plek, in deze stad. De Europese Unie is gebouwd op het concept van, als het met mijn buurman goed gaat, gaat het met mij ook goed. Als ik iets geef, dan krijg ik daar ook iets voor terug. En wat ik nu zie in heel veel westerse politiek, of het nu de Verenigde Staten is onder Trump, of Verenigd Koninkrijk met Brexit, Polen, Hongarije, en je ziet het ook elders, dat is wat men noemt een zero-sum game. Als ik kan alleen maar winnen als jij verliest. En als ik gewonnen heb, besta jij niet meer. Dan maak ik de regels, dan bepaal ik wat er allemaal gebeurt. En zo kijken we in Europa ook te vaak naar elkaar. Als het goed is voor mij, dan moet het wel slecht zijn voor jou. Of als het goed is voor jou, dan moet het wel slecht zijn voor mij. En dat verlamt de Europese Unie dikwijls, dat alle regeringsleiders naar Brussel komen om er voor hen zelf een zo groot mogelijk stuk uit te halen. En dat kan alleen maar als een ander verliest. En zo kan het fundament onder de Europese Unie, dat gebouwd is na de Tweede Wereldoorlog, kan dat niet verdragen als we teruggaan naar een zero-sum game van alleen maar winnaars en verliezers.
is. En dat vind ik op dit moment de grootste bedreiging, omdat in te veel lidstaten en te veel landen in de westerse wereld dat idee is postgevat. Kijk maar naar hoe Trump daarmee omgaat. Dat idee is postgevat van, ik heb de verkiezing gewonnen, dus de rest bestaat niet meer. Dat zijn allemaal losers en daar hoef ik dan ook geen rekening meer mee te houden. Zo zullen we de Europese Unie niet kunnen laten doorgroeien, kunnen laten verstevigen. Meneer Timmermans, ik zag hier meteen al vingers omhoog gaan, dus ik denk dat er mensen willen reageren op wat u net zei. Hanne, hier is een dame die wil iets toevoegen of iets reageren. Mijn naam is Verplanken. Ik had een vraag in verband met Europa. Is het niet interessant dat Europa meer samenwerking zoekt met Australië in kader van de Brexit, de handelsversterking? Dat we hetgeen wat we verliezen aan de ene zijde, dat we dat iets meer kunnen opvangen op de andere zijde. Het is wel iets verder van de deur uit. Maar ik denk dat Australië ook heel veel te bieden heeft naar Europa. Wij staan voor een grote uitdaging. Dat protectionisme van Trump, daar gaat hij gewoon mee door. Dat is voor ons een uitdaging. Dat betekent voor de internationale handelsverhoudingen betekent dat een uitdaging. Ik zie ook dat Australië, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika, Japan, China, iedereen kijkt nu naar ons, naar de Europese Unie, en zegt, kunnen wij niet goede handelsverdragen sluiten? Daarbij heeft iedereen ook geleerd van wat er gebeurd is rond CETA, wat er gebeurd is met de onderhandeling met de Amerikanen. Iedereen heeft gezien, het moet anders dan vroegere handelsverdragen. Meer transparant, meer rekening houden met onze standaards daarin, et cetera, et cetera. Maar ik merk, dat heb ik nu ook met de onderhandeling met Japan gezien, dat men daar heel gevoelig voor is, want men wil met Europa graag handelsverdragen sluiten. Europa moet die kans niet laten liggen. Ik wil ook hier pleiten voor handelsverdragen. En niet in de val trappen van dat we die allemaal taboe verklaren. Ze moeten wel transparant zijn. De geschillenbeslechting moet in gewone rechtbanken gebeuren. Onze niveaus van sociale bescherming, milieubescherming, die moeten gehandhaafd blijven. Onder die voorwaarden zou ik zeggen, probeer zoveel mogelijk goede, degelijke, lange termijn handelsverdragen te sluiten. Ook met Australië en Nieuw-Zeeland. Ik ben het daar volledig mee eens, maar we mogen niet de illusie hebben natuurlijk dat een goed handelsverdrag met Australië, met Nieuw-Zeeland, zelfs met Japan een compensatie is voor het uitreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit is een verlies voor de beide partijen dat niet kan gecompenseerd worden. Maar ik sta volledig op die lijn en het is Europa dat de handelsverdragen sluit. Dat is al zo sinds 1 januari 1958. Dus ik vind dat er een transparant, duidelijk mandaat moet zijn voor de Europese Commissie, dat er geregeld controle moet zijn, maar het is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. En als we onder andere, een van de redenen waarom die Europese Unie gebouwd werd, is precies om in de wereld een speler te kunnen hebben van formaat. En ik ben dus blij met die handelsverdragen, dat de eerste berichten die ik binnenkrijg, bijvoorbeeld van het CETA-verdrag over Canada, is dat onze handel enorm vooruit gaat. We plukken daar de vruchten van. Japan, India ook, hopelijk binnenkort. Dat zijn heel belangrijke zaken om daar handelsverdragen mee te gaan sluiten. Ben ik het volledig met u eens, maar het ene zal niet het andere helaas compenseren. Oké, Rob, jij had nog een vraagsteller. De buurman van mevrouw Van der Het, zijn jullie hier samen? Nee, wij zijn toevallig van dezelfde gemeente. Toevallig van dezelfde gemeente, maar we zijn niet samen. Ja. Dus, maar goed, hoe heet u en uw vraag gaat over... Mijn naam is Paul Maas en ik had het graag even gehad over migratie. Meneer Timmermans had het in zijn introfilmpje dat Europa belangrijk kan zijn om de migratie op te vangen. Dus al onze lidstaten zijn daarmee geconfronteerd. We hebben hier in België een staatssecretaris die zijn best daarvoor doet om dat in goede lijnen te krijgen, vind ik persoonlijk. Maar er is veel contestatie. Hoe kan Europa daaraan meewerken om die migratie echt, om dat probleem toch binnen de perken te houden en ook op te lossen? Oké, het is misschien niet oplosbaar, want ik denk de migratie uit Afrika gaat blijven komen. Maar hoe kunnen we dat in zekere zin leefbaar houden? Zelfs uw Theo Franken gaat dat niet alleen oplossen. Dit is nu bij uitstek een onderwerp dat alleen op Europese schaal aangepakt kan worden. En het probleem bij dit onderwerp is, je doet alles of niks zal lukken.
Dus je kunt niet alleen maar zeggen, ik bouw betere grensbescherming, daarmee is het probleem opgelost. Dus je moet de buitengrenzen van de Europese Unie beter bewaken dan we nu doen, gezamenlijk. Je moet ervoor zorgen dat je afspraken maakt voor de lange termijn met de landen van oorsprong waar migranten vandaan komen. Ik heb het niet over vluchtelingen, ik heb het over migranten. En dat zijn meestal inderdaad Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Daar moet je afspraken over maken hoe ze hun burgers beter daar kunnen houden, hoe we meer perspectief voor die landen kunnen geven, hoe Europa daaraan kan bijdragen. Je moet ook afspraken maken met de landen waar de mensen doorheen migreren, zodat ze daar geen industrie opbouwen ter exploitatie van de menselijke ellende van mensen die naar Europa toe gaan. Uiteindelijk moet je ook afspraken maken wat je doet als er weer een echte vluchtelingencrisis komt, zoals in 2015 door de oorlog in Syrië. Deze mensen die vluchten voor oorlog en geweld verdienen permanent in Europa een veilig heenkomen te kunnen vinden, totdat ze weer terug kunnen gaan naar het land als er weer vrede is. En ik zou daarom dit beleid holistisch willen benaderen, want ik weet dat er onder de Europese bevolking geen steun zal zijn voor de opvang van vluchtelingen permanent, als we niet ook heel nadrukkelijk duidelijk maken dat we een antwoord hebben op de vraag van de migranten die geen recht hebben op internationale bescherming, maar daar wel voortdurend aanspraak op doen. Ik denk ook niet dat we in Europa permanent hier steun voor krijgen als we niet laten zien dat alle Europese landen bereid zijn om hun steentje daaraan bij te dragen. Je kunt je niet ontdoen van de verantwoordelijkheid van solidariteit met andere Europese landen als je tenminste een Europa wil waar binnengrenzen niet bestaan. Dus ik wil alleen maar zeggen, ik heb er iets langer voor nodig om het uit te leggen, maar het is alleen maar mogelijk om hier duurzaam beleid op te ontwikkelen als je al deze elementen een volwaardige plek daarin geeft. Je kan er niet één weglaten. Dus als meneer Franke bijvoorbeeld het vooral heeft over het terugsturen van mensen of het beter bewaken van de buitengrenzen, dan moet hij ook erkennen dat als er vluchtelingen komen, omdat er ergens oorlog uitbreekt, ook België klaarstaat om zijn deel te nemen bij het opvang op een menselijke wijze van echte vluchtelingen. Ja, maar daar wil ik even op terugkomen, want meneer Franke is helemaal niet tegen om ons deel op te nemen. Maar in zaken migratie, drie categorieën. Economische migratie, dat is een bevoegdheid van de lidstaten, van de deelstaten. Vlaanderen gaat nu een actief economisch migratiebeleid voeren, omdat we een aantal knelpuntberoepen mensen tekort komen. Dat is één zaak, dat heeft niks te maken met vluchtelingen, met asiel. Asiel is een heilig recht, daar zijn regels voor, die moet je respecteren. Maar nu heb je een aantal vluchtelingen, inderdaad, vluchtelingen in principe. Daarvan is de bedoeling dat ze na dat er stabilisatie ontstaat, is dat de oorlog ten einde komt, de vervolging ten einde komt, dat die mensen kunnen terugkeren. Dus ik ben het eens, buitengrensbewaking. Ik vind ook dat we moeten zorgen voor opvang in de regio's van herkomst waar dat kan. Ik ben het er ook mee eens dat we die landen die instabiel zijn, waar grote problemen zijn, moeten bijstaan. Dat is ook een rol die ik Europa wil toebedelen, om meer een factor te zijn van vrede en stabiliteit in het buitenland, want het is door allerlei ontwrichtingen, ook door klimaatverandering, dat heel wat mensen op de vlucht slaan. En dan moet je een eenvormige procedure hebben binnen Europa met inderdaad de solidariteit. Want dat is ook een punt. Dus die Dublin-verordening zal moeten veranderd worden. Je moet aanvaarden binnen Europa, als je daar een gemeenschappelijk beleid over hebt, dat iedereen daar zijn deel van draagt. Maar, nog eens, met selectiecriteria die er zijn voor iedereen, die gehandhaafd worden, die correct gehandhaafd worden. En het is een zeer, zeer moeilijk beleidsterrein. Hè. Je moet regels handhaven. Soms stoot dat mensen tegen de borst. Iedereen die iemand individueel kent zal wel door een persoonlijke situatie geraakt zijn. En anderzijds moet je ook durven een humaan terugkeerbeleid hebben. En daar vind ik dus inderdaad op vlak van migratie, van vluchtelingen, dat er een Europese taak weggelegd is. En ik hoop dat we die in de toekomst ook kunnen realiseren. Ik heb hier iemand die nog een aanvulling heeft op het thema migratie. Ja, ik ben Beate Hulst en ik ben ook een student hiernaast in Paridans. Mijn vraag sluit heel nauw aan bij wat er net gezegd is. In het nieuwe beleid zal er dan vooral geld gaan naar de bescherming van de buitengrenzen of meer naar de opvang van de vluchtelingen hier in Europa? En gaat er ook dan een duidelijk nieuw opvangssysteem komen voor klimaatvluchtelingen die toch steeds meer een probleem aan het worden zijn? Wat met klimaat? Ik denk oprecht dat het meeste geld zal gaan zitten in het helpen van landen in ontwikkeling om een hoger niveau van ontwikkeling te bereiken. Ze hebben nu een niveau bereikt dat veel hoger is dan in het verleden. Er is veel minder honger in de wereld dan in het verleden.
Maar dat hogere niveau is net niet hoog genoeg om voor een enorm groeiende jonge bevolking ook een bestaan in de toekomst te garanderen. En daarom gaat men dan ook op zoek naar een toekomst in Europa. Dus als je het hebt over absolute bedragen en termijnen, dan denk ik dat je moet denken in Marshallplan-achtige bedragen als je landen in Sub-Sahara-Afrika wil helpen uit deze toestand te komen. Overigens hoeft dat geen belastinggeld te zijn. Dat kan ook via investeringsprogramma's. De Europese Investeringsbank samen met de Europese Commissie heeft zo'n programma voor de EU ontwikkeld. Zoiets zouden we ook in Afrika moeten kunnen opzetten. Daar is ook steeds meer vraag naar. Dus ja, grensbewaking zal ook middelen vergen. Ja, de opvang van vluchtelingen in Europa zal ook middelen vergen. Maar het wegnemen van de grondoorzaken waarom mensen hun land en regio verlaten, dat zal op de lange termijn de meeste inspanning van ons vergen. Maar het is ons eigen belangen te doen. Kijk maar naar de demografische ontwikkeling. Een bevolkingsexplosie in Afrika kunnen wij niet verwerken als die mensen allemaal deze kant op willen komen. En ik wil graag dat een jonge vrouw in Mali, dat die een alternatief heeft voor het krijgen van 9 kinderen als bestaanszekerheid. Ik wil dat een jonge vrouw in Mali in de toekomst zelf kan bepalen hoeveel kinderen ze wil hebben en niet gedwongen moet worden om economische redenen om bij te dragen aan die bevolkingsexplosie. Dat zijn de zaken die echt structureel verschil zullen maken in de toekomst. En dat, daarnaast wil ik ook graag dat de Europese structuurfondsen in het volgende programma niet alleen maar kijken naar wat zijn de regio's in Europa die 75% onder het EU-gemiddelde zitten qua rijkdom, maar ik zou ook graag zien dat die landen die echt een inspanning doen om vluchtelingen en migranten te integreren in hun steden en samenleving in Europa. Ja, met dat laatste ben ik het eens. Ik wil er nog aan toevoegen. Frans, dat wat mij betreft, als er een Marshall-achtige hulp zou op gang komen, dat je natuurlijk ook voorraden moet kunnen stellen aan die landen. Hè. Zeker. Daar moet good governance zijn, zeker, daar moet rule of law zijn. Absoluut. Daar moet voor die jonge vrouw gradueel een leerplicht ingevoerd. Absoluut. Dat is de beste sleutel voor ontwikkeling in het zuiden. Dat je leerplicht hebt tot 18 jaar, dat zal niet in 1, 2, 3 gebeuren. Dat is mijn ervaring als van ontwikkelingssamenwerking, dat Europa ook daar een rol zou kunnen inspelen. Er komt massale steun om hier te zorgen dat het land vooruit gaat, economisch. Maar dat staat tegenover dat je natuurlijk een land moet hebben die een rechtsstaat is, absoluut, waar de rule of law is, waar geen corruptie is op grote schaal, waar de fondsen niet verdwijnen enzovoort. Dus het is een zeer complexe, omvattende opdracht. 100% mee eens, ook omdat in Afrikaanse landen waar hele hoge groeicijfers zijn behaald, de voordelen van die groei bij een heel klein clubje terechtkomen. En dat is ook een van de factoren dat heel veel jonge mensen denken van ja, ik zie allemaal groei, maar ik heb er niks aan, ik heb geen werk, geen toekomst, ik ga ergens anders naartoe. Dus dat heeft alles met de rule of law en met democratie te maken. Oké, okay. We hebben hier nog iemand die ook over migratie een vraag heeft. Ja, ik ben Warre Lodewijks. Ik zit op dezelfde school als hun. U zegt over bedragen, dat er echt grote bedragen naar Afrika zouden moeten gaan. Maar zoals u al zei, in Afrika, in veel landen is er veel corruptie, een dictatuur. Hoe kan Europa ervoor zorgen dat dat verandert? Want ik denk dat veel mensen ook daarvoor vluchten. Hoe kan Europa zorgen dat de mensenrechten, denk aan Libië, niet extreem zwaar geschonden worden? Ja, je ziet, minister-president Bourgeois heeft het al toegelicht, je ziet in die landen is een enorme investeringsbehoefte. Op de kapitaalmarkten is geld daarvoor. Het heeft alleen een duwtje nodig. En ik vind dat wij vanuit Europa dat duwtje kunnen geven onder voorwaarden die te maken hebben met een rechtsstatelijke ontwikkeling, met het beschermen van investeringen, ook heel belangrijk, met ook sociale rechtvaardigheid, mag je best als een element invoeren, met het opbouwen van onderwijsstelsels en onderwijssystemen. Die voorwaarden kunnen wij echt stellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je soms naar die landen kijkt en denkt dat wordt nooit wat, daar wil ik niks doen. Maar vanuit mijn perspectief is niks doen geen optie. Want niks doen betekent automatisch een migratiegolf over 10, 15 jaar waar Europa het ontzettend moeilijk mee krijgt. En dan is geen muur hoog genoeg, geen hek hoog genoeg om dat tegen te houden als we niet die regio, die landen die zo dicht bij ons liggen, een steuntje in de rug geven om thuis de zaak beter op te bouwen.
We kregen heel veel vragen binnen vooraf over migratie. Het is ook volgens de Eurobarometer de voornaamste kopzorg van de Belgen, 29% van de Belgen. En mevrouw heeft daar ook een vraag over. Ja, ik wil even reageren op wat u net zegt. Ik ben Annemie Wouters, ik ben sinds de crisis voogd van minderjarige vluchtelingen. Vandaaruit mijn inspiratiebron. Ik vind het schitterend wat u zegt, wat u op langere termijn wil gaan doen. He, ik geloof daar in dat meer sporenbeleid, daar geloof ik echt wel in. Maar ik denk wel, wij worden nu vandaag geconfronteerd met enorme problemen. Ikzelf met die jongeren, maar in het algemeen toch wel ook met... Ja, we zien elke dag nog mensen in de zee verdrinken. We zien beelden van opvangcentra dat onmenselijk is. En dan vraag ik als mens van wat heeft Europa daar op te zeggen vandaag? Maar ik denk dat wij als ontvangende landen ontzettend veel inspanningen doen. Mensen die toekomen, veda-asielcentra, mensen in de veda-asielcentra, daar gaat de VDAB al naartoe om mensen te helpen, toeleiding tot werk. Wij doen enorm veel inspanningen met inburger en integratie, met welzijn, met de lokale besturen. Wij geven lessen Nederlands voor anderstalige kinderen, nu ook in het kleuteronderwijs. We werken echt mee aan die opwaartse mobiliteit, maar het is een ontzettend zware opdracht, hè. De helft, grosso modo, van die mensen is laag geschoold. En dan nog niet in termen van wat de normen zijn bij ons. Een kleine 20% van die mensen is analfabeet. Die komen hier in een hoog ontwikkeld, industrieel ontwikkelde samenleving. Die kun je niet van vandaag op morgen een job geven. Dus ik denk dat... Het verwijt dat er niks gebeurt of onvoldoende mensen gebeurt, dat is niet zo. Ik heb al gezegd, het is een van de moeilijkste beleidsdomeinen. Je hebt regels, je moet die handhaven, je moet tegelijk een humaan beleid voeren en je moet dan nog eens inzetten op integratie. En dat is niet alleen in Vlaanderen, dat is ook in Duitsland een probleem. Als je kijkt naar de tewerkstellingscijfers van die mensen, sommigen hebben daar euforisch over gedaan, hebben gezegd, onmiddellijk na 1 of 2 jaar gaat iedereen aan het werk zijn. Dat is niet zo. Dus daar wordt ontzettend veel op ingezet. En ik denk dat we dus inderdaad op termijn meer moeten investeren in die structurele oplossingen. Er zijn landen in het zuiden, in Afrika, met ontzettende moeilijkheden. Vergelijk die met de Zuidoost-Aziatische landen. Wat die aan vooruitgang geboekt hebben sinds Wereldoorlog II. En kijk naar een aantal landen in Afrika, hoe die zijn blijven stilstaan of veel te traag vooruitgegaan. Ze met hele grote ongelijkheden. Landen met ontzettend grote grondstoffenrijkdom, die leeggezogen worden, die er niet toe bijdragen dat daar welvaart gecreëerd wordt. En dus ik denk dat Europa daar een rol kan in spelen. Dan zit je ook heel vlug in de vraag, hoe ver moet je gaan om daar stabiliteit te creëren? Moet je daar naar vredesmachten gaan? Moet je zorgen dat er inderdaad een rechtsstaat tot stand komt gaandeweg? Dat is de meest fundamentele oplossing. Maar verschillend met bijvoorbeeld Wereldoorlog 1, waar mensen 4 jaar lang in het buitenland verbleven en terugkeerden en heel weinig steun, opvang, werkgelegenheid hadden enzovoort, denk ik dat er nu in de Europese landen enorm veel inspanning gedaan worden om die vluchtelingen te integreren, aan het werk te helpen, lid te laten worden van de gemeenschap, mee te helpen in de opwaartse mobiliteit ook. Maar mevrouw had het ook over de mensen die nu nog in hele precaire situatie zitten in de vluchtelingenkampen, terwijl ze proberen een goed heenkomen te zoeken. Weet u, ik kan me nog heel levendig herinneren 2015, toen er dagelijks vele mensen verdronken in de Egeese Zee. We hebben toen afspraken gemaakt met Turkije die ook op veel skepsis stuitten. Maar sindsdien verdrinken er heel weinig mensen meer in de Egeese Zee. Turkije heeft inmiddels 3,5 miljoen Syriërs opgevangen die in Turkije leven op een veel betere manier dan in het verleden. Daar heeft de Europese Unie met middelen toe bijgedragen. Wij geven bijvoorbeeld heel concreet van die bankkaartjes uit waar mensen voedsel mee kunnen halen. We hebben onderwijsinstellingen weten op te bouwen daar. We hebben gezondheidszorginstellingen weten op te bouwen. De Turken zijn, met alle kritiek die je terecht kunt hebben op Erdogan en zijn regering, de Turkse bevolking is ongelooflijk gastvrij voor deze mensen. Moet u voorstellen, 3,5 miljoen. En wij werken daarin met hen samen. Dat de situatie op de Griekse eilanden nog steeds veel te wensen overlaat, ben ik met u eens. Wij proberen ook dagelijks met druk op de Griekse overheid daar verbeteringen aan te brengen. Maar de lokale
lokale overheden hebben vaak zijn wanhopig over het feit dat zij te weinig worden gesteund vanuit Athene. Of ze denken, als het maar niet te rooskleurig wordt hier, want dan blijven mensen te lang. Maar wij proberen waar we kunnen met mensen en middelen te helpen. We proberen nu in Libië, waar situaties van de meest gruwelijke slavernij zich voordeden en misschien nog wel voordoen, proberen we het Internationale Organisatie voor Migratie en de UNHCR, de Hoogcommissariaat van de VN voor de Vluchtelingen, steeds meer in kampen te krijgen met Europese hulp. En dat werkt ook steeds beter. Maar het begint ermee dat mensen niet in die kampen terechtkomen. Dus dat ze niet vanuit Niger of Nigeria of andere landen aan die reis beginnen. Ook daar werken we aan. Ik wil alleen maar zeggen, er zijn nog heel veel ellendige dingen die gebeuren. Maar we doen ons uiterste best om op al die punten beleid en geld en mensen in te zetten, zodat we stap voor stap deze problemen onder controle krijgen. Dank u wel. Ja, hier is iemand die al heel lang een vinger in de lucht steekt om vraag te stellen over. Goedenavond. Mijn vraag is, wanneer zal de hervorming van het Europese Citizens Initiative rond zijn? En zal het deze keer wel echt een tool zijn waarmee men rekening zal houden? En die zijn dat men echt de EU kan verplichten om dit voorstel dan in wetgevende voorstellen te gieten, waarover het parlement zich dan effectief zal gaan uitspreken? Het gaat over burgerinitiatieven, ja, waarbij hoeveel handtekeningen worden ingezameld? Om te zien of u het wel weet. Als ik het goed voor heb, is het 1 miljoen? Ja, 1 miljoen. Ja. Dat initiatief, dat Europese burgerinitiatief, is onderdeel van het verdrag van Lissabon. Dat hebben we de afgelopen jaren hebben dat. Ik ook was ontevreden over hoe het werkte. Dus wij proberen dat nu te hervormen. Er is één initiatief dat heeft geleid tot hele concrete aanpassingen wetgeving. Dat ging over toegang tot water. En de initiatiefnemers zijn ook, ze hadden nog graag nog een stap verder willen gaan, maar ze zijn wel heel tevreden over de stappen die de Europese Commissie, die wij recent hebben gezet, ten aanzien van de toegang tot veilig drinkwater voor Europese burgers. Maar de meeste andere initiatieven konden wij niet toelaten om formele redenen of konden niet tot beleid leiden. Wij gaan het nu makkelijker maken, ook door het bieden van platforms, zodat gegevens centraal kunnen worden uitgewisseld, mensen elkaar makkelijker kunnen vinden. We gaan het ook makkelijker maken, dat mensen kunnen registreren, zodat ze van ons ook informatie krijgen. En we hopen dat dat allemaal mee zal werken, maar één ding kan ik niet zeggen. Het verdrag is heel expliciet. Het recht van bevoegdheid ligt in handen exclusief van de Europese Commissie. Alleen van de Commissie. Niet van de Raad, niet van het parlement, maar van de Commissie. Dat heeft te maken met de evenwicht tussen de Europese instellingen. En dat recht van initiatief delen we niet met het Europees Parlement en ook niet met het Europees Citizens Initiative, waarbij ik wel een inspanningsverplichting op mij neem als commissie om ervoor te zorgen dat we altijd in een dialoog met de initiatiefnemers, als het er komt, zullen proberen zoveel mogelijk dit te vertalen in concrete wetgeving. Dank u wel. Ik heb hierboven ook nog twee jonge heren aan elke kant zitten die ook al lang hun vinger aan het opsteken zijn. Goedenavond. Mijn naam is Cedric. Ik heb een vraag over het Europa van regio's, dus het evolueren naar een Europa met de regio's als bouwstenen van de Unie. Denkt u dat dit realistisch is, wenselijk? En hoe zou dat dan in zijn vorm moeten komen? En ik had de vraag eigenlijk, of graag een antwoord van u beiden vanuit het perspectief van een regio, Vlaanderen, en het perspectief van Europa. Dank u wel. Wel, in elk geval is de Vlaamse regering voorstander, zoals ik al zei, van subsidiariteit. Je moet niet alles in Brussel, ik bedoel het Europese Brussel, gaan regelen, wat ook op een lager niveau kan geregeld worden. Ik vind dat de dialoog tussen de Europese Commissie en zeker de deelstaten met wetgevende bevoegdheid beter zou kunnen. Daar straks hadden we het over burgerinitiatieven. Wel, ik vind dat er ook voorstellen moeten kunnen zijn, groene kaarten moeten kunnen zijn vanuit de lidstaten, maar ook van de deelstaten met wetgevende initiatieven die vragen aan de Europese Unie om een initiatief te nemen. Ik vind dat de deelstaten met wetgevende bevoegdheid zoals Vlaanderen er is, daarbij horen. Ik vind ook dat de Europese Unie, en er gebeurt al heel wat, de landenrapporten die worden al voor een groot deel opgesplitst wanneer het gaat over bevoegdheden van de deelstaten, in ons geval Vlaanderen, maar dat er nog meer rekening zou kunnen gehouden worden met de heel vaak exclusieve bevoegdheden van de deelstaten. Voor een aantal bevoegdheden gaat het helemaal niet op om Belgische cijfers te brengen, Belgische rapporten te maken, omdat de bevoegdheden verdeeld zijn. Neem bijvoorbeeld onderwijs, neem leefmilieu, neem onderzoek en ontwikkeling, neem economische ontwikkeling, noem maar op.
Ja, daar in die dialoog kan nog veel terrein gewonnen worden. Ik moet wel zeggen dat er onder deze commissie een grote kentering is. Het Vlaams parlement wordt bezocht door de Europese commissaris. Er ontstaat een boeiende dialoog. We hebben dat gehad zowel in de commissie in het Vlaams parlement als in de plenaire. En ik vind dat dus een goede zaak dat ook daar de dialoog aangepakt wordt. Zeker omdat de dialoog tussen de nationale / deelstatelijke parlementen en het Europese parlement, het Europese niveau, nog sterk kan verbeteren. Wat deelstaten betreft met wetgevende bevoegdheid zijn we vragende partij om nog veel meer ruimte te geven aan die deelstaten. Ik heb u gezegd op welke terreinen onder andere. Als je historisch naar Europa kijkt, dan is het toch vooral een heterogeen samenstelsel van steden en regio's. De natiestaat is relatief een jong fenomeen, hoewel we tegenwoordig soms denken dat dit altijd al geweest. Ik vind een van de mooie dingen van de Europese integratie is dat het de natiestaten minder geobsedeerd heeft gemaakt over het beschermen of het uitbreiden van hun nationale grenzen. Ze zijn daar ontspannender over geworden, waardoor de regio's heel vaak kans hebben gekregen om op te bloeien. Dat geldt ook voor Catalonië. Al is men niet tevreden met mijn antwoord van daarstraks, het is ontegenzeggelijk zo dat de welvaart en de groei van Catalonië ook te maken heeft met het feit dat Catalonië zich als regio met andere regio's over de landsgrenzen heen kon verbinden en daaraan kon werken. Dat geldt uiteraard meer dan welke andere regio ook voor Vlaanderen. Dat geldt ook voor Zuid-Nederland bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor de regio die Frankrijk, Italië en Duitsland bindt. Dus dat Europa van de regio's is mede gestimuleerd door deze ontwikkeling van de Europese Unie. Dat men minder naar de buren keek met een jaloers oog. En daarom mijn eerdere pleidooi, laten we Europa blijven zien als een win-win mogelijkheid. En niet als ik word er alleen maar beter van als een ander er slechter van wordt. Oké, dankjewel meneer Timmermans. En u heeft uw knik, dus u bent tevreden met de antwoorden. Goed, ik heb hier ook nog iemand. Zo. Ja. Hallo, ik ben Nicolai van Rekkem, student hier in Leuven en lid van de Vlaamse Jeugdraad. Een van de thema's waar wij veel mee bezig zijn is participatie en mijn vraag zal ook daarover gaan. We merken al sinds geruime tijd dat de opkomst voor de Europese verkiezingen over heel de EU afneemt. En ook in 2014, als ik mij niet vergis, lag die opkomst zelfs onder de 50%. Nu hierdoor rijzen er veel vragen over de democratische legitimiteit van dat Europees parlement. En mijn vraag aan jullie beiden is nu, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de Europese burger terug meer geïnteresseerd raakt in het Europese project? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die burger kunnen aanzetten om terug meer te participeren en ook naar de verkiezingen te komen, wat toch het belangrijkste moment binnen een democratie is, denk ik. Duidelijke vraag. Ja, ten eerste, ik vind dat politici de moed moeten hebben om niet altijd de paraplu open te trekken en te zeggen wat we doen, dat moeten we van Europa doen. Dat is de schuld van Europa. Dat is heel lang het motto geweest van een aantal politici. Denk aan de Maastricht-normen. De overheidsschuld moet naar beneden, het begrotingstekort moet naar beneden. Ja, we moeten een aantal maatregelen nemen, maar dat moet van Europa. Nee, dat moet omdat het goed bestuur dat ook vergt. En je moet de moed hebben om op te komen voor keuzes, je keuzes maken, verantwoordelijkheid daar ook durven voor op te nemen. Heel vaak, nu misschien iets minder, is Europa afgeschilderd als de boeman, het moet van Europa, het is altijd de schuld van Europa. Ik vind dat niet, ik ben een verdediger van de Europese Unie, maar twee, even belangrijk is dat Europa focust op, zoals ik gezegd heb in het begin, op die dingen die een aantoonbare meerwaarde bieden. En dat ook zeggen aan de mensen. Daarom werken we samen. Dat is de Unie van welvaart, van vrede en stabiliteit die we gecreëerd hebben. Dat biedt u een hefboom in de wereld, om in de wereld op te treden. Dat zijn zaken die Europa als meerwaarde biedt. Dit verdedigen, elke dag opnieuw. Ja, en drie, de burgerparticipatie is één zaak, de burgerbetrokkenheid is een andere zaak.
zaak. Ik vind een verkiezing een feest van de democratie. Ik vind dat mensen ook op die manier moeten opgevoed worden in het onderwijs. Dat verkiezingen een stem geven. Ik ben een grote voorstander van de representatieve democratie. Ik geloof niet in referenda. Ik geloof wel in burgerparticipatie. We zien tal van burgerinitiatieven waar we als overheid veel meer mee in dialoog moeten gaan. Ik verwijs eventjes naar de Oosterweer, waar we jaren gebivakkeerd hebben, elk op zijn gelijk een finale verbond gesloten hebben. Dus politici moeten veel meer luisteren naar de mensen, veel meer in dialoog gaan ook, mensen ernstig nemen, mensen die vaak grote deskundigheid hebben en ook bereid zijn finale om verantwoordelijke beslissingen te nemen. Maar verkiezingen, ja, daar moeten we de mensen toch wel overtuigen. We hebben dat voorrecht nog niet lang. Hè. We hebben dat nog niet lang. Als we een paar honderden jaren terugkeren, dan leefden de mensen in onvrijheid. Hadden ze niet het recht om zich te verenigen. Hadden ze niet recht op vrije meningsuiting. Hadden ze niet recht op een eigen levensbeschouwing. Hadden ze niet het recht om een regering te verkiezen. Maar er absolute monarchen. Laat ons alsjeblieft duidelijk maken, ook aan jonge mensen, welk fantastisch geluk het is om in een democratie te leven, die niet alleen die hoogmeer is van die verkiezingen, maar die er ook toe strekt om die fundamentele rechten en vrijheden te vrijwaren. Dat is de dubbele rol van de democratie. En dat moeten we elke dag herhalen. En ik hoop dat alle jonge mensen die uit het middelbaar onderwijs komen, tenminste doordrongen zijn van die fundamentele gedachten. Maar even terug naar Europa. Ik heb het gevoel dat er een kentering is. Het was jarenlang gratis om tegen Europa aan te trappen. Alle nationale politici bezonden zich eraan. Waarom? Je kon er tegen aantrappen, het verdedigt zich toch niet. En bovendien, het kan niet kapot. Dus dan is het gratis je populair maken met schoppen tegen Europa. Brexit heeft dat veranderd. Dat mensen zeggen, mon dieu, kan kapot. En dat is volgens mij een waterscheiding. Dat we al dat trappen tegen Europa leidt ertoe dat het kapot kan. En iets is veel waardevoller als het breekbaar is, dan als het onbreekbaar is. En het opkomen voor de breekbaarheid van Europa is een burgertaak, vind ik persoonlijk. In de afgelopen 10 jaar horen we maar 1 stem heel erg luid. En dat is de stem van de eurofoben. En die hebben iets ontwikkeld waarbij ze beweren dat hoe harder je praat, hoe sterker je argumenten zijn. Ik zou dat willen betwisten, maar ze moeten wel worden tegengesproken. En ik zou het een schone zaak vinden als we tussen nu en de Europese verkiezingen samen meer mensen die hun stem niet verheffen, maar die wel een kloppend hart voor Europa hebben, zover kunnen krijgen dat ze zich daarover uitspreken. Want ik denk, en dat blijkt ook wel een beetje uit ons Eurobarometeronderzoek, dat door het geschreeuw van de eurofoben de stem van de mensen die op een rationele, positieve manier tegen Europese samenwerking aankijken, te vaak niet wordt gehoord. En dan denken we dat die er niet is. Maar die is er wel degelijk. En laten we proberen na de Europese verkiezingen van 2019 toe de mensen eens wat meer stem te geven en wat meer zin te geven om die stem ook te laten klinken in het debat. Heel hartelijk dank, meneer Timmermans. En we gaan heel wat mensen in de zaal, vrees ik, moeten ontgoochelen. Maar onze tijd zit er intussen al ruim op. We hebben interessante vragen gehoord en zeker ook interessante antwoorden. Heel veel vragen en er zullen ook wel heel veel reacties gekomen zijn via sociale media. En dan is de vraag natuurlijk, wat gebeurt er hiermee met dit soort dialogen? Blijft het hierbij of wordt daar gevolg aan gegeven? Ja, wat mij betreft in elk geval is het een zeer boeiende dialoog geweest hier vanavond. Ik hoop dat het inderdaad een vervolg krijgt. Ik denk dat er belang bij hebben op alle niveaus van de democratie om erover te debatteren, om erover in debat te gaan, om gesprekken over te voeren, om die waarde ervan aan te tonen. Daar kun je alleen maar bij winnen. Daar kan de democratie alleen maar bij winnen. Dus ik heb heel veel zaken opgepikt. Ik hoop dat het debat levendig blijft, dat het gevoed blijft worden. En dat ook de Europese Commissie daar natuurlijk verder mee aan de slag gaat. Ik hoop dat uw 31ste burgerdialoog is, Frans. Dus hij, van mij is de eerste keer, en waarschijnlijk enige. Maar het is een initiatief van de Europese Commissie. Ik ben blij, ongeveer 1 jaar geleden ben ik bij Frans Timmermans gegaan. En toen heb ik gevraagd, zouden we niet ook zo'n dialoog in Vlaanderen opzetten? Die is er ook gekomen. Maar ik hoor dat het heel Europa breed gebeurt. Hè, dat de commissarissen in dialoog gaan. Daar kan alleen maar lering uitgetrokken worden. En vooral,
ja, het debat is gezond, is goed, het is fundamenteel om inderdaad tussen fobie en het Europa van de toekomst dat we allemaal delen, om daarover van gedachten te wisselen. Ik dank de minister-president voor deze gelegenheid. Ik gebruik deze gelegenheid ook om iets te doen wat ik in het Vlaams parlement ook heb gedaan. Via hem Vlaanderen danken voor het onderwijs dat onze twee jongste kinderen genieten in het Vlaams onderwijs. Dat echt heel erg goed is. Daar kunnen jullie echt fier op zijn. En ik wil ook hier afsluiten door te zeggen, dit is een stap in een lange wandeling die wij samen moeten vervullen. Hier eindigt het niet mee. Ik heb één concrete afspraak met die meneer gemaakt, dat wij verder gaan kijken naar het armoedebeleid en beleid ten aanzien van daklozen. U kunt ons altijd via e-mail bereiken als u van ons iets wil of verder die dialoog met ons voert. Ik sta daar zeer voor open. Ik kom ook graag nog eens een keer met jou, Geert, terug om ergens anders misschien weer een dialoog te hebben. Ik doe dat met ontzettend veel plezier. En ik zou aan u willen vragen, blijf kritisch, blijf geïnteresseerd, blijf wat mij betreft sceptisch, maar bouw samen voort aan een solidair, sterk Europa. Dus alle mensen, ja, applaus. Goed. Mensen die dus nog een vraag hebben, u bent gerust, u kan die vraag nog altijd stellen via e-mail. En ik wil namens het publiek en namens Rob en mezelf ook u heel hartelijk danken, minister-president Geert Bourgeois en vicevoorzitter van de Europese Commissie, meneer Frans Timmermans. Dank u wel. En ook dank aan de initiatiefnemers, de Europese Commissie, het Departement Buitenlandse Zaken van Vlaanderen en ook VLEVA, dat kent u misschien niet, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, een soort brugfunctie tussen de Vlaamse Middenveld en de Europese instelling. Ga zeker eens kijken op hun website www.vleva.eu. En uiteraard ook een hele grote dankjewel aan u allemaal om hier zo massaal aanwezig te zijn. Ik stel voor dat we nu samen het glas gaan heffen op de receptie. Rob en ik, wij wensen u nog een hele fijne avond en heel graag tot een volgende gelegenheid. Tot ziens. APPLAUS